Goeien, het is tongetje 15 januari, dit is Bient. Maar Joen on tafel, Bert-René Luumstra, over de vermissing van zijn broer Gert-Jan. De Ljouwerter Theaterskwallen een mail besteedt 24 jaar, maar de oprichter Hilde Mulder vieren wij dit jubileum. En een cyberonval die het heel Friesland in één keer van sloin plat looit. Internet-expert Skelte Meijsma vertelt of dit een reëel scenario is. The Pentagon now considers cyber attacks acts of war. We will suffer a catastrophic cyber attack. The clock is ticking. Ja, Skelte, hackers. Zit in elke ien een beetje een hacker? Nee, dat denk ik gelukkig net. Maar kin elke ien het? Als je wil, ja. Ja. Kist ook het? Ja, ik zou het wel kennen. Ja, en Omroep Friesland platlezen zou ik nog wel lukken. Dus ja, het kennen echt. Doe kist de site van Omroep Friesland platlezen? Ja, dat waar ik wel te stellen. In 5 minuten? Nou, ik woon 4 seconden. Ja. Oh jee. Gert-Jan Luumstra van Snits is al meer dan een week vermist. Hij zou juster sjoen wezen in het centrum van Sarusterveen. En de politie had er nooit maar een burgernetactie elke dien oproepen naar hem uit te zien, maar nog altijd helaas zonder resultaat. De familie zit in grote spanning. Aan tafel de broer van Gert-Jan, Bert-René. Ja, Bert-René, allereerst mooi dat je bent. Want daar zit je nou in de studio, maar daar zoest natuurlijk volle jaar nou in Sarusterveen wezen. Ja, het is wat haast weer iets die dadelijk. En ja, we hopen dat er een boete komt. Of dat er weer op rondwerking iets is, maar dat Roen niet instiet dat. En dat we hem dan oppakken kennen, zeg maar. Ja, want je denkt nog altijd dat hij in Sarusterveen is? Dat hopen we. We weten het net. De politie had ik alle scenario's nog hier, alle mogelijkheden binnen hier. Dus hij hoeft helemaal net in Sarusterveen te zitten. Maar dat is wel het enige plek waar er schoen is. Ja. We hebben mensen binnen die denken dat ze zo in elk geval. En, ja, dus we hopen echt dat hij daar zit. Dus daar ben ik nou, ontzettend bij snackbaartjes en bij supermerken. En waar maar wat eten te krijgen is. Van, ja, hij moet dan een keer eten. Ja. En, want even waarom nou het begin. Ja. Hij is nou haast oorlogweken is die vermist. Want ja. Dat die oude weken tiest je. Want hij ja. Kwam thuis. En ze kwam met wie thuis. En die zoek boerenkool, kleermaatje. Ja. En dat wie dat het heel ontdekleerde, dacht hij, ik ging even te kuieren. Nou, hij is eerst zelf iets sieren en Roen Jouw zei nog zo. En toen zei hij, kwam en van, ah, ik ging wel iets sieren. Dus jouw doet nog maar even deel of zo. En hij ging elke dag te keuren. En dat hielde hij daar net in. Dus hij zei, nou, dan ging ik nou even, ging nog even een blokje om. En toen is hij naar thuis komen. Nee. En nee. Letter is hij signaleerd in Sarusterveen. Maar ja. Wat is dan de link met Sarusterveen? Want hij bent in Snits. Ja, maar hij is bijna in Sarusterveen. En u spraken met Apper, die hebben in Sarusterveen wijn. Dus wij zijn er als band bij een soort in Sarusterveen West. Ja. En Jim, hij hoort ook de hele dag in Sarusterveen West? Ja. Gewoon? En Juster. En Juster? Ja. En dan, wat doe je hem dan? Nou, daar zitten we wat op strategische plakken. En daar rijden we Roen in auto's. En er is alle je familie en kennissen. En die zijn onder Roen rijden om te zien dat ze met zien komen. Dus kant van de Harkem uit, Boetenpost, Sruizum, Stiensgen, daar rijden alle mensen in de auto's rond om te zien dat ze meteen komen, wat er misschien ergens omrent. Ja, want je bent ongereisd. Wat is ja. De reden dat je hem zo ongereisd binnen? Omdat er al een week voort is. Dat, ja, dat is net normaal. Nee, maar is er een reden dat hij bijvoorbeeld misschien hemzelf wat ongedwaan zou? Nou, dat denk ik op dit moment net. Nee. Ja, dus, ja, hij wil wel gespannen. Dus, nee, hij kreeg begeleiding. Hij ziet gespannen dus. Hij ziet gespannen dus. Hij kreeg begeleiding, medicijn. Maar die begeleiding die ik zag, van, ja, er is totaal geen omleiding om te denken dat het gong juist krijgt weer beter, maar een goede kant met hem op. En er is totaal geen omleiding om te denken dat er hem zelf wat onderdwaan zullen zoeken. Nou ja, dus daar geven we nog maar net van uit. Maar ja, wat ik zei, de politie had alle scenario's yep. Ja. Je maakt je eigen broek van social media en van, ja, van Facebook. Ja, maar net alleen nog. Er ben in Snits, wat ik Snake zet het weest. En er zijn heel veel oormeesten die varen u nog al die berichten posten en zo. Om maar zo volle mogelijk rugbericht rond te Jan. Ja. Kijken we even naar Shin. Oké. Okay. Thank you.
Ja, Bert, nee. Heeft hij enig idee waarom hij voortroen is? Nee. Nee. Maar hij heeft een gezin in Snits. Ja. Twa ben. Ja. Jonge ben. Ja. En zijn dochterke, zo oud hij is, is hij 4 worden. Ja. Die jidje, wie hij dus net bij. Nee. Maar hij is wel signaleerd in de bakkerij. Misschien. Er is een man signaleerd in de bakkerij. En de Frommerske, die bediening die zei ik dat ze toch dat het Gert-Jan weer. Die wisten eigenlijk wel zeker dat het Gert-Jan weer. En ja, die meneer die kocht ik met iemand een bakje. Hè, dus ja, dat is wel apart. Ja. Op de jidje van zijn dochter, die dooi, Aronatiertje 4-4 werden is. Ja, dus ja, of, ja, als er een is die zou van ja, dat wie ik. Hè, en ik wie die meneer. En het is net Gert-Jan. Dus ja, als hij hem. Ik graag melden word, dan kunnen we dat in elk geval uitsluiten. Hè, maar noting, ja, het is wel een hele aparte toevalligheid. Ja. Ja, dat, Zou er nog een oproep dan willen onder meesken thuis? Misschien die dit joggen, of misschien shot die broer dit? Je weet het ja. niet. Ja, nou, ik wil me vooral richten op de meesken thuis. Als je hem gaat joggen, dus daarom zeg ik goed naar zijn portret. Hè. Als je hem joggen, bel ik gelijk de politie. In 1-2. En probeer hem in de gaten te houden met de hinnegiet. Want wij rennen nou een beetje achter de feiten noemen. Hè. Dat is, de politie wil wel inschakelen, maar echt of een die letter of een per oeren letter. Of, dus ja, in marine oeren kan er al heel veel fit wijzen weer. Dus ja, probeer hem een beetje in de gaten te houden. Had je hem denken dat je hem zuggen. Ja, en ook is nou aasen weer, gelijk naar rustig vingen. Ja, het is daar ook weer iets tiet. Dus dan geven we zien dat we daar wat zien komen. Ja, met meerdere familieleden ja. zit je hem daar. Ja. Nou, ik wil je een heel soort succes wensje. Dank u wel. Ja, jarenlang allerhande gewot samelen. Maar wat gebeurt er mooi als je er zelfs net meer binnen? Aans meer daardoor in onze regio Brekber, dat wel een hele gevaarlijke sameling centraal zit. Verschillende generaties van Friese acteurs. Hij hier het vak leert. En dan heb ik het over de Ljouwerter Jeugdtheaterskwallen een meeuw. Dat het feest is, want dit hier wordt het 24-jarig jubileum viert. En ik praat erover met Hilde Mulder, een Brabantse die ja. het gewoon Fries praat en ja. ik versteert. Want waarom hij hier, want jij bent een van de oprichters, mm-hmm. 24 jaar lien hier de Jeugdtheaterskwallen oprichten? Nou, de wichtigste reden doet het steeds weer om te heel dan niks wie van jongeren in Friesland. Vernuveren jullie dat op dat staat? Ja, ja. Dat wie net alleen in Friesland, ja, dat wie in heel Nederland wie dat zat, dat er ja, overal amateurtoneel spelen waard, toch verwoeksen. En overal waar ik kwam, want ik werk in het amateurtoneel in Friesland. De jongsten wie in 40, 45. En ja, dat vond ik wel nuver. En dat vond ik ook wel spietig. En op een bepaald moment hadden we zijn, daar maar wat ontwaan. Want als we nou 24 jaar wachten, dan. Komt er net een nieuwe generatie van spelers hier in Friesland. En, maar even waarom, want ja? hoe werd er dan tegen jouw jongens doen? Van als die eigenwijze vrouw uit Brabant, of ja. valt dat mooi? Nou, ik ben eigenwijs. Sowieso eigenwijs. Ja, ik ben sowieso eigenwijs. ja. En dat is ik dreig te verbergen. En ja, het was net alleen nog mijn plan. Ja. Het was een plan wat wel droegen was, toch een tal instanties. Ja, en het wie eigenlijk wel een goed argument, denk ik, van, nou, als we wat dwaan worden onder verjonging van het theater hier in Friesland, dan moet er wat gebeuren. En dat is ik slaggen? Ja, dat is slaggen. Ja, ik is wel zezen. En waar ben je nou het meest grutsk op eigenlijk? Want ja, het is echt zo'n moment, hè, 24 jaar, dan word je vromschen, ja. dat je grifwerk dienen. Is er dan één moment wat er voor jou echt uitspringt? Nou, wat ik benam grutsk op ben, is dat er staan gewoon een heel soort spelers binnen, die het bij ons begon binnen, die inmiddels beroeps binnen. En die bij theater speel je, die bij Omroep Friesland in serie speel je, die bij landelijke zelskippen in bij Gelieks het Nationale Toneel of het Zuidelijk Toneel speel je. Neem er eens een peer, bekende namen? Nou, Laurens van der Akker, Nienke Heeg, Ali Silstra, Tatjana Pradley, die op de heden regisseert bij theater. Ja, en er komt nog een heel zeilskip on van jongeren die het oor twee treien hier studeer je. Dan ben je grutsk op. Ja, dan ben ik heel grutsk op. En dat vind ik, niet alleen dat ik daar grutsk op ben, maar ik vind het wichtig dat er een nieuwe generatie spelers hier in Friesland zijn plak vindt. Ja. Zullen we zien naar een liedje blomlezing van al je vaststellings ja, die je okay. makken, hè? Ja. De feest heeft vorm. Neem me mee naar buiten. Dit is de warmste plek in het huis. Ja! Simon, wil je? Simon, wil je? Simon, wil je? Alsjeblieft, zeg tegen hem dat hij moet stoppen! Ik wil niet met die caravan!
Eens zal men dit dagboek terugvinden. Ja, weet je eigenlijk alles nog, dat alles dan weer voorbij komt? Jazeker. Ja, 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 al die mensen ken ik nog en al die vaststellings weer, kijk nog. Dat binnen de hoogtepunt zelfs in jaarlijks die twee bij de jeugdtheaterskwallen. Ja. Ja. Ken eigenlijk elke nieuw naar de theaterskwallen? Of maak je auditie dwan? Of... Nou, ja, het is benammens kwallen voor het mensen, voor jonge mensen die het echt zeggen van, nou, ik docht dat er net even bij. Ik docht dat net samen even als hobby erbij. Maar die het echt bevlogen binnen, die het motiveert binnen, die echt zeggen, ik wil daar wat mee. En... Just al het geliek van, ja, dit is het talent. Dat zul je in één. Nee, dat is just net. Nee. We werken maar jongeren en als er een leeftijd is, werd een soort op veroordeeld, dan is de leeftijd werd wij maar werkje. Dat Ian West van Tinkst, dat er tolven is of zij tolven is, van nou, dat is echt een groot talent, dat kind in de rin van de eerder echt wel veroordeeld. En omgekeerd ook. Dus dat, we hadden ook mensen die bij ons op squallen zitten ook langer bij ons op squallen. En dat, ja, dat ontwikkelt zich zij in de rin van de eerder. Ja. En hoe oud ben je dan als je bij hem beginnen? Wat voor leeftijd? Ja, de jongste binnen tolven. Okay, en de oudste binnen 18, jochentje. Okay. Dus en, echt een middelbare squallenleeftijd. En dan is gistik naar squallen? Of? Ja, ja, het is. Ja. Ik krijg het als voetbalje, dat toch op een sneun. Ja. En bij u komt op een sneun theaterlessen volgen. Oké, okay, leuk. Ja, ja. Ja. En toch ga je hem denk ik echt wel knokkenmatten van je besteden. Hè? Vooral ja. Financieel is het altijd zwier. Ja, dat is. We zijn geen triaat. We zijn geen triaat of Fries Museum. We zijn echt een Leeds club, kan ik maar zeggen. Ik net maar een vast publiek, want jongeren dat rouleert vanzelfs. Hoe financier je dan de opleiding? Dat waar subsidie en waar ik een soort eigen inkomsten. Ze dus binnen in de rin van hier echt heel creatief in worden. Waar ik fondsen zo nou en dan die te meer te komen. We hadden een grote club van Frun die het een financieel stiepje. Ja, want de gemeente, waar je natuurlijk een cultuur in Leeuwen, dat de gemeente net heel erg vrijgevig is, is maar. Nou, voor de cultuur. Nou, je, wij binnen, wat goed is om te weten, we zijn echt een Friese club. Dus de jongeren bij u op squallen, die komen echt uit heel Fries. Van Friese Palen, Oond Bolset en van Zuurhuis ter Veen tot, neem maar wat, Utwellingengeer. Ja. En we willen echt stiepen terug de provincie Friesland. En dat willen we dus al 25 jaar. Dus ik zou samen net zeggen, in Tjindel. Ik vind het echt heel... bijzonder dat een provincie al 25 jaar investeert in jong talent. Ja, dat is het ook, absoluut. Ja. En een jubileum, wat voor jubileumactiviteiten zul je hem organiseren? Nou, eind maart hebben we een grote voorstelling met het Fries Jeugdorkest en de Jeugddoensopleiding. Dat binnen eens dezelfde soorten van clubs als wij, behalve dan op het gebied van doens en theater. En we maatje maar 60 man orkest en 20 jonge doensers en 20 jonge acteurs een voorstelling in de harmonie. En we hebben eind september een voorstelling met een groepje acteurs die het inmiddels professionals binnen, die het ooit bij Uzbekjoen binnen. En die maatje een mail van Tsjechov. Dus daar een kindmenske schijn van, nou, dit is nou wat we futbrocht ha. En we hebben alle 24ste van de maand, dus elke 24ste van de maand, 24 januari om te beginnen, hebben we een, bij Glicks 24 januari, hebben we een theatrale talkshow. En op die 24 van de maand, door allerhande dingen, werd we oorst net een taak komen. Dus een iepenbieren les, of een theatrale talkshow, of een improvisatieprogramma. Genoeg dingen dus ja. Om voor naar je fruit te zien. Nou, een heel soort succes en willen erbij. Ja. Brekber, we blijven bij de cultuur, is het nieuwe theaterstuk van theater dat spelen we tussen het Dichtelijk Wort in Museum het Prinsessenhof. De haatpersoon gaat het al een hele levend porselein. Voor u is reden om op ziek te gaan naar Samlers. Joert Bouke Haarsma die het zijn zouder vol steen het mooi christen. Ja, dat is ik een erfskip. Alles wat mogelijk wordt, doordat zo los leest was die mijn leven opbouwd haast. Want wat is een samling als de samler er niet meer is? Het centrale punt ontbreekt. Dit is dan een kris. Dit is een skeet uit een greep uit Bali. En die skeet die komt uit Java. Dan moet je dat wel eens aanpassen en ze zijn lekker bezig. Ik ben het mijn... De passie voor Nederlands-Indië is begonnen als jongetje. We wenden het wetter
En ik zit aan de PLV, het moment dat ik het water net niet in kon. En op een gegeven moment, toen werd ik wat onwennig van mijn buurjongen, Klaas Wievert. Nou, en toen zeiden ze, nou, met buurvrouw maar vrede naar Klaas. Nou, ik en de buurvrouw. Verscheidene keren werd het Klaas, nou, Klaas wie in Indië. En wanneer komt Klaas weer tussen? En dan speelt het idee, Indië speelt iets door de kop. En dat vierst nooit weer, ik het de meeste net. Dat is zo'n juweeltje. Prachtige mooie tekening in het staal. Ik ben een maak uit nikkel en ijzer. En dat is maar weer dubbel slooien, weer dubbel vouwen, weer dubbel. En dan krijg je tekening erin. Dan krijg je lagen. Toen we in dit huis kwamen, want zij sprak het aan oren om, maar ze zeiden, nou, dood de ene kant van de zolder en ik aan de andere kant. Ik zei, daar beginnen we er net aan, want ik zei, dan heb je rond. Perie Lind en Kennis, oude Kennis van mijn zoon eigenlijk, die ik een Chris, die belt me op, ik heb een Chris en wordt hem ik ophelden. Want dat ding bracht ongeluk, want ja, de huiselijke sfeer ging er net op vooruit. Kom daar, ik zei, nou jongen, ik zei, daar heb ik helemaal geen belang bij, want het is een souvenir, Chris. Ja, neem hem mee, want hij brengt ongeluk. Toen kwam het verhaal later. Ja, hij sloeg me voor een vrouw, jong. Vies te gek als hij een ongeluk in de huis krijgt. Nou, de Chris krijgt het kult. Daar zitten sporen in, die broeken ze bij de hanengevechten. Op Bali. En dan werden er op wedden. Maar het is ja, een invulling van mijn leven. Want daar ben ik lekker mee bezig, daar heb ik een passie voor. En dan komt er weer in het rek, of er komt in de koer en dan denk ik, hey. En dan denk ik, jongens, dan zit ik hier eens even en dan hier is aan mijn negen en dan denk ik, oh, hartstikke leuk. Dan heb ik me wel eens afvragen, wat moet er maar gebeuren. Nou, in feite kan ik me weinig schelen, ik eerlijk ben. Want dan doe ik het net meer zeer. Ik vond het geweldig van Yves, zijn vreun, dat er skinskipten waren te meidje. En zo gebeurt het hier, ik. Dat had ik besloten. Morgen gaat alles naar Christus. En volg je ook naar de theatervaststelling Brekbeur. Like ons dan op Facebook en win 2 tagongskaartjes. De recente aanslagen in Parijs hadden vrood op scherp zet. Ook de angst voor cyberterrorisme groeit. Is een cyberaanval die het Friesland dan volslaan platlooit een reëel scenario? Beveiligingsexpert Mark Schaaf zei van de week in Bient het volgende. Je kunt het breder zien, je kunt het meer naar cybercriminaliteit zien. Hè. Dus dat meestal uiteindelijk het allemaal valt door gewoon via het net en het via het net plat lezen. Hè. Ik bedoel, stel maar zwaar dat alle sluizen net met werkjes hoort en al dat soort zaken. Kunnen mij spelen. Ja. Ja, dit is een beveiligingsexpert, Skelt. Hoe reëel is dit? Nou, op zich heel reëel. Dus, reëel? Ja. Dus technisch is het net zo heel moeilijk. Eigenlijk hoort niemand er rekening mee. Dus het is braakliggend terrein qua beveiliging. Dus op zich is het relatief eenvoudig om zulke grapjes u te helpen. En op dit moment ben ik nog grapjes. Alleen nog je kent het ik als terrorisme vind ik dan weer heel vier oren kant op. Maar het is wel een dreiging. Ja, dreiging zou dus. Als we dan zorgen naar zwakke plakken in Friesland. Ja. Wat denk je dan, man? Nou, wij hier Christelijk, de Frieslandring. Dat is eigenlijk een internetconnectiepunt, zeg maar. Nou, had je kweerwollen, dan kun je daarop focussen en lees je dat plat. En dan zou het best kennen dat een groot gedeelte van Friesland op wat voor manier geen communicatiemogelijkheden meer heeft. En van de ene kant, ja, hoe dramatisch is dat je dan geen WhatsApp of geen Facebook of dergelijke hebt. En dat snap ik. Alleen je mag het zien ik verder denken, want steeds meer dingen worden aanstuurd via het internet. En dat heeft dus eigenlijk wel hele grote gevolgen, omdat nou, waarschijnlijk een protte verbindingen net meer werkje, boeren net meer werkje, signaal. En zo kun je toch wel vrij via trok in en dan wordt het gevaarlijk steeds groter. Ja, maar daar heeft natuurlijk contact met Friese bedrijven. Ja. Verneemst u dat mensen daar benauwd voor binnen, voor dit soort cyberonval? Nee, eigenlijk totaal net.
Er wordt wel steeds meer spelen. Dus ik heb wel steeds meer Friese ondernemers die les hebben dat hun website aanvallen wordt. Of dat ze platlizzen of dat ze virussen op hun site hebben en zulke dingen. Dus het komt wel steeds meer voor. En daardoor wordt het interessanter en steeds meer een onderwerp. Van de andere kant, als je het net kennen, dan kun je het er ook net door. Hè? En dat is op dit moment nog wel een beetje het geval in Friesland en omgeving. Ja, maar het is realistisch. Ja, zeker. Ik in Friesland. Ik in Friesland, ja. Ja. We hebben een paar grote cyberterrorisme acties even op een rietje zet. Wereldwijd zijn 420.000 websites gekraakt. Opeens verspreidt het Central Command op Twitter IS-propaganda. Een hacker kan een USB-stick aansluiten op de Google Glass en daarmee kwaadaardige software op de bril zetten. Bij een DDoS-aanval zetten criminelen grote aantallen computers in om tegelijk servers te bestoken. Jennifer Lawrence, Kate Upton, Kirsten Dunst, Victoria Justice, Selena Gomez. Allemaal staan ze in min of meer ontklede toestand op de fotosharing website 4chan. Hackers dreigen filmproducent Sony. Ze dreigen met aanslagen op bioscopen. Ja, hackers. Domme vraag misschien, maar wat ben dat voor figuren? Ja, je hebt eigenlijk twee divisies. Je hebt de ethical hacker en de hacker. En de ethical, maar ik was het even niet lezen, ja. Ja, de ethical hacker, ethisch. Heel simpel, als Tom mij vregest, worst testen of Omroep Friesland plat kan, dan is dat een verzoek. En op basis van het verzoek zorg ik of dat lukt. En dan bestoo een ethical hacker. Ja, en dan doen we het in oerl is. En dan is het in samenspraak. En dan hebben we een gemeenschappelijk doel dat het beter wordt. Okay, die ben ongevaarlijk. Ja, die moeten natuurlijk ook een beetje oefenen en zulke dingen. Maar die hebben net als doel om dingen te saboteren, kapot te maaien of diefstal van data en zulke dingen. Maar dan die orenhackers? Ja, en dat zijn de gevaarlijkere hackers. Van de orenkant, daar ben je net zo heel volle van over de hele wereld. Hoe heette die? Ben gewoon hackers. Oh, die hebben gewoon hackers. Ja. Dus, maar goed, daar moet je net aan denken in individueel, want dat is voor hun net interessant. Behalve als ze ruzie mee in hebben, dan kan het eventueel een drijfveer wezen. Maar die gaan volle meer op ziek naar moreel en principes en zulke dingen. En ze hebben bijvoorbeeld Anonymous, dat is een hackersgroep. Die hebben nou de oorlog verklaard aan terrorisme, maar ik direct de oorlog verklaard aan islam. Nou, en dat ben wel vrij heftige dingen. Maar hoe ging zij te werk? Ik bedoel, hoe hacken je een wachtwoord? Nou, dat is op zich relatief nog eenvoudig. Wachtwoorden willen het algemeen door mensen maken. De grootste kwetsbaarheid van internet is de mens zelf. Zijn alle veiligheidsissues is de mens het grootste probleem, zeg maar. Dus daar ben volop mogelijkheden, maar daar heb ik wel tooltjes voor om bepaalde dingen te genereren. Maar het is vrij makkelijk om iets te hacken. Ja, een wachtwoord hacken is hoe het algemeen. Maar dan iets groot. Ik bedoel, hoe je de poes en hoe je de kat en de vrouw en het. Ja, nou, zakjes denken, geboren. Ja. En daar heb je dan automatische systeemjes voor. Maar iets moeilijker. Ja, nou goed, waar hackers meestal voor gaan is grotere gevolgen. Hè? Dus je probeert zo'n WikiLeaks, dus je probeert een hele grote data te verkrijgen die geheim is. Dat is interessant. Of dat je bepaalde netwerken volledig plat lezen. Of dat je dus achter de data komen wij mij iemand kunnen chanteren of oren negatieve dingen mij doen kennen. Ja. Zo, en dan komt het wel in de boeten, hè? Dan komt het eigenlijk in het nijs. Maar ja. Is dat dan slechts het topje van de ijsberg? Zullen er nog een heel soort onder de pet blijven eigenlijk? Ja, ik denk dat maar 12% naar voren komt. Waarom willen ze het onder de pet horen? Nou ja, wat heeft voor belang dat wij zo'n sissen dat we hack binnen? Dan krijg je al je negatieve vragen. Dan heb ik een heel negatieve invloed op die hele uitstraling. Dus je hoort dat lever onder de pet en je lost het. Ik lever gewoon even stil op. Dat is ook een reden dat Obama in Amerika het zijn. Iedereen is in Wurgbe in Amerika verplicht om te melden dat ze hack binnen of dat ze slachtoffer zijn van een DDoS-aanval. En dat lijkt het mij ook wel een goede zaak om dat in Nederland te doen. Omdat, DDoS nog even heel kwaad? Ja, DDoS is dat of je. Het kwaad? Ja, dat kan wel kwaad. Ja, okay. Dat is dat eigenlijk meerdere computers tegelijk connecten met een website. En daar komt er zoveel verkeer los dat de website plat git, dus down git. En op dat moment, Git de site op zwart. Git de site op zwart. Oké. Okay. Ja. Dat zou de site van Omroep Friesland nog maar reislist? Ja, absoluut. Oké, okay, gelukkig. Ik wil je dankzezen. Ik wil daar specifiek nog dankzezen en een heel soort succes, maar dan zie ik toch nog in die broer. Ons Zafir, morgen dan ben je bij de wet, dan is het vrede. Dan zit de sport weer centraal. En met het eigen op het Europese kampioenschap Shorttrack ben dan Shanky Knecht en onder andere coach Jeroen Otter te gast. Waar weet ons dan, hoe dan ook nog wel een hele gezellige jongen. Dag.